Beste mensen, welkom bij de nieuwe vlog van Mr. Fast. In deze vlog gaan wij op een bizar, maar dan ook echt een bizar avontuur. We gaan door de bergen, we gaan door grensovergangen, we gaan knallen met maar liefst 35 supercars. En dit door Portugal, Marokko. Ja, dat hoor je goed, Marokko. We starten in Lissabon, nou, dan gaan we in het splinternieuwe Algarve Hotel. Vandaaruit gaan we naar Tanjung, we gaan door Rabat, Casablanca, 2 dagen in Marrakesh en we eindigen in Marbella. Wij gaan jullie meenemen. En wij rijden nu van Nederland naar Portugal, naar Lissabon. Dat gaan wij doen over België, Frankrijk, Spanje en dan Lissabon. We hebben een weg te gaan van ongeveer 2200 kilometer. Dat is route 1. Ben je er klaar voor, Lorenzo? Zo, ja man. Het wordt wel een lange zit. Ja, hè? Maar het is wel, het is niet verkeerd. Nee, snap ik. Nou, dan zijn we de start. Goedemorgen. Goedemorgen, man. Holy shit. Nog steeds soms, het verbaast mij nog steeds soms, dat altijd als ik aan jou vraag, welke auto kies jij, kies je altijd nog steeds de RX-6 boven deze Ferrari. Nou kijk, weet je, omdat het een allrounder is. Ja. Een RX-6 echt, kijk, zie je, hij gaat mee naar de rally. Genoeg ruimte. En mate, hij zit propvol, hè? Je hebt het gezien. Helemaal vol. Helemaal vol. Achterbak, achterstoelen. Ja, de achterbank, de kofferbak zit helemaal vol. Ja. Weet je? Met hoeveel? 200 shirtjes volgens mij? Ja, veel meer, iets meer. T-shirts hebben en we hebben ook gele vestjes meegenomen. Ook nog. Ja, want je hebt in Marokko, ik was in februari in Marokko, 2 dagen in Casablanca. Wat ik daar heb gezien is... dat parkeerwachters die hebben allemaal vestjes aan. En die zijn allemaal kapot en rood. Juist. Ja, dat is dik. Nou gaan wij. Wij zullen in Tanja zouden wij zijn. We zijn daarna naar Marrakesh en op de terugweg. Nou, we gaan eerst even de route uitleggen. Wij zijn nu onderweg naar Lissabon zelf. Dat is de start. En dan het is vandaag vrijdag. Zaterdag is de openingsdiner en zo. Dus ja, morgenavond zitten we in Lissabon. Beetje chill, eten, drinken, kennis maken met de teamleden. En dan gaan wij zondag vertrekken vanuit Lissabon naar Algarve. En daar is een nieuw hotel gebouwd, een W-hotel. Oh, W-hotel? W-hotel, ja. Die zijn top, hè? Die heb je ook Lorenzo. In Barcelona. Ja, vorig jaar zaten we in de W-hotel in Barcelona met Sint-Gessen. En nu in Algarve. Maar dat is echt, ja... Hotel waar je u tegen zegt. Absoluut. Oh. En daarna gaan we met de boot over naar Tanger. 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 Hoe je het wil noemen. Dus ja, dan en vanuit Tanger rijden we door naar Marrakesh. En dan hebben we nog een extra dag in Marrakesh. Dik. En dan rijden we van Marrakesh terug naar Rabat. En dan hebben we nog een dagje in Rabat. En vanuit Rabat pakken we weer de boot. Van Tanger naar Spanje. En de eindlocatie is Marbella. Daar heb je dan het eindfeest en zo. Inderdaad. Ja, top. Maar bedoel, dit is toch insane eigenlijk als je over nadenkt. Rit met alleen maar, moet je voorstellen mensen, voor mij helemaal. Het is de eerste keer dat ik naar zoiets zieks ga, snap je? Dus ik ben nu 23. Wordt een goede vriend, wordt meegenomen. De dikste auto's. Ik rij mee, mag misschien zelfs mee rijden in een Ferrari Portofino. Dan heb je dadelijk nog allemaal andere dikke auto's, lekker eten, lekker weer. Dat is voor elke autoliefhebber is dit wel de dream, zeg maar. Dat weet ik wel zeker. Dat weet ik ook wel zeker. Toen ik, dat was volgens mij vorig jaar, oktober of november of december, dat doet er even niet toe. Op een gegeven moment zou ik dat jij mij ging volgen, Lorenzo. Yes. Ja, man. Ja, de vraag is, van waarom heb jij toen de follow-button gedrukt? Ja, dat was... Maar wij kenden elkaar niet. Hij heeft mij gezien op social media. 0.0. Ik zat op TikTok te scrollen. Wel eerlijk, anders rijd ik naar Brussel. Okay. Ik zweer het jou. Ik zat op TikTok te scrollen. En toen kwam ik... Welke video was het? Dat was zo'n video dat je... Dat was een oudere man. En ik ben een mensenmens. Dus voor de mensen, ik ben gewoon een mensenmens. Ik vind het leuk als andere mensen goede dingen... Want dat zie je weinig, toch? Je ziet alleen maar negatieve shit op social media, op nieuws. Mensen die elkaar proberen neer te halen, noem maar op. En toen zag ik iets... En ik zat met mijn vriendin en ik vond het zo lauw, weet je, dat je die man zijn dag, je maakte mij niet alleen, je maakte zijn dag, je hielp hem ook gelijk helemaal. Was dat die ene video met die jongetje die mij belde voor zijn vader, die echt een Ferrari-freak was? Ja, ja.
Ja, letterlijk precies die. Dat is de eerste Nederlandse. Ferrari, ja, man. Het ging die jongen huilen en die vader ook. Heb je het idee dat ik jou vandaag blij ga maken? Sorry. Ai. Excuus. Ik ga vandaag blij maken. We gaan vandaag een leuke dag maken, toch? Dat hadden we toch afgesproken, Zaampies? En toen nam je ze mee, weet je wel. En voor hun, kijk, dat is nu x aantal tijd geleden. Maar dat moment wat je toen voor hun hebt gecreëerd, zouden we nooit vergeten. En ik vond dat gewoon emotioneel, weet je wel. Dat ik dacht van, wauw, het is wel echt... Welk ondernemer doet dat, broer? Eerlijk. Die zeg maar dit heeft gehaald, maar dan toch nog de tijd neemt om voor iedereen... Ook voor de kijkers, hè. Kijk hoeveel jij naar kijkers gewoon toe rijdt. Van gewoon uit het niets zeg jij opeens... Hé, er is een kijker en die heeft iets speciaals en ik wil nog specialer die dag maken. Ik ga er gewoon... Hé, wie doet dat? Snap je? En dat vond ik zo dik. Dat ik dacht van, dat is echt generosity vanuit de max gewoon. En echt waar, als mensen nu denken, ja, dat doet hij voor de views en dit en dat. Want je doet ook vaak zonder camera, je hebt ook zo vaak gedaan, man. Zat. Oh jee, nou gaat het komen. Ja, man, deze. Wij gingen naar politiedag. Moes neemt de RS6 en de Ferrari mee. Kijk, als ik persoonlijk zo'n auto als dit zou hebben en ik heb mijn eigen auto, dan heb ik al moeite mee. Hè? Mensen gaan overal aanzitten, mensen gaan met voeten op dit. Jou boeit het geen reet. Kinderen gingen alles aanraken, stuur draaien, noem maar op. Het maakt jou niet uit. En dat vond ik dik. Wat zei jij toen tegen mij? Je zegt, Lorenzo, het is maar gewoon blik metaal. Hij zegt, het is wel belangrijk, een auto is wel mooi, maar kijk hoe blij je andere mensen ermee maakt. Weet je? Dat is echt zo, man. Maat, ik was 1 jaar toen mijn vader had verloren. Ik heb geen makkelijke jeugd gehad, echt niet. Mijn moeder stond er altijd alleen voor. Zij is niet hertrouwd en wij wonen ook nog steeds samen met mama. Ja, dat is mooi. Zij is echt... Kijk, ik word weer emotioneel als ik eraan denk. Ja. Maar, kijk mensen, kijk. Ik heb nog veel van. Dat is mijn mom. Ik ben 40, of 41 ondertussen. De tering, hé. Wennen, man. Ja, dat is echt wennen. We hebben best een klote jeugd gehad. Ik was 12, 13. Ik was al begonnen met werken. Bij farmazaken, van alles en nog wat. Vroeger kon dat allemaal nog. Weet je, wij hadden echt niet breed, snap je? Ik had autoboekjes, die kochten, dat is allemaal zo, echt waar, lag op je buik en je bent ook kind geweest, maatje. Ja, tuurlijk. Ga op je buik liggen en dan ga je doorplaten, dan ben je die man, dat is een dikke auto, later ga ik die halen. Dan ben je allemaal plannen aan het maken, dan ben je allemaal dingen aan het verbeelden, dan ben je aan het fantaseren. En mensen, blijf dat ook doen, echt waar. Zonder dromen, geen realiteit. Mooi, man. Zo! Die is nice, man. Ik zweer het je. Zonder dromen, geen realiteit. Wauw, dat is een nice, man. Ja, we hebben het echt nooit breed gehad. Dat is dan eigenlijk een drijfveer voor jou ook, omdat jij gewoon... Eigenlijk iedereen die jij helpt tot nu toe, heeft iets wat niet fijn is, basically, weet je wel? Die hebben een fucked up jeugd gehad. Inderdaad, hebben... inderdaad. En weet je wat ook is, maatje? Het is namelijk zo, hè. Omdat wij geen papa hadden thuis, die achter ons stond, konden we ook nergens terecht. Wij konden aan niemand wat vragen, want je wist het antwoord, dat was nee. Ja. Snap je? Het antwoord was nee. Nee, nee. Kan je dit? Nee. Kan dat? Nee. Zo. Weet je, en misschien is het ook een beetje daardoor waardoor je eigenlijk het antwoord nee gewoon niet wil gebruiken. Ja, wauw, dat is echt... Snap je wat ik bedoel, vrienden? Dat je gewoon niet durft te zeggen wat niet durft, nee. Dat je gewoon niet het woordje nee wilt gebruiken. Dat is wel mooi. Daarom is het ook... Zo, heel vaak ook als je bijvoorbeeld iets hebt gedaan voor iemand, dan heb je wel vaak ook wel dat iemand nog iets vraagt, of maar ik heb jou altijd is het gewoon, is goed, gaan we regelen of weet je wel, fix het gewoon. Maar dat is ook in mijn business zo, hè? Want als mijn klanten mij bellen, ongeacht wat de tijd is, ik trek alles uit de kast om het te kunnen realiseren voor mijn klant. Ja. Het is gewoon eigenlijk een stukje eigenschap wat je hebt of niet hebt. Ja, man. Snap je? En daarmee kun je eigenlijk van alles en nog wat realiseren. Wow. Wel knap ook voor jouw moeder, man. Hé, hey, vriend. Dat is echt powerbomb. Next level. Ja, hè? Echt dat is echt next level. En dat is wel mooi. Ik ken het natuurlijk met mijn ouders ook. Mijn ouders hebben ook best wel heel lang gestruggeld, zeg maar. En dan is het wel mooi om te zien dat je ouders gewoon... Mijn moeder moest bijvoorbeeld vroeger gewoon een hele dag lang bijvoorbeeld werken. Misschien zelfs anderhalve dag, 2 dagen voor een klein spelletje op mijn PlayStation 2, snap je? Ja. En dat was wel van het feit dat mijn ouders dat toch deden om mij dan nog gelukkig te maken. Gewoon ongekend. Het is ongekend, zeg maar. Maatje, ik was 9 jaar oud. En mijn moeder werkte op het land. Ze deed preien prikken, aardbeien plukken.
Snap je, bracht ze ons in de ochtend naar school. Zwaar werk, man. Ja, ze bracht ons in de ochtend naar school. Kwam ze ons tussen de middag ophalen, thuis even eten, dit en dat. Bracht ze ons weer terug. Dan ging ze weer werken, dan kwam ze ons even van school afhalen. Mijn moeder had toen een groene Opel Kadett. Ik ga me nu, echt waar, ik schaam me nu dat ik dit ga zeggen. Mensen, echt waar. Maar ik altijd zei tegen mama, nee, onze auto is te oud, zet mij om de hoek af en laat mijn vrienden het niet zien. Ja man. Snap je wat ik bedoel, maatje? Ik zeg precies wat je bedoelt. Ik zeg nu gewoon, ik schaam me om dit te vertellen, maar je bent kind. En dan denk je aan dat soort dingen. Tuurlijk. En ik weet, als jij vandaag geduld toont, krijg je morgen beloning. Ja. Ja man, mooi man. Dat is wel, ik denk dat is ook wel leuk dat je dat vertelt, weet je, ook over hoe jouw jeugd was en zo. Ik denk dat veel mensen weten dat helemaal niet, toch? Nee. Ik bedoel, je bent wel echt, en dat heb je weinig in Nederland, wel echt een self-made man. Van start tot aan nu waar je bent. Dat is echt sick, man. Ja, dat is zo, maar ik ben nog steeds een moederskindje. En nog altijd een moederskindje. Echt waar. Want mijn moeder heeft ons echt altijd geleerd, hè. Kijk, wij hadden natuurlijk ook, hè, omdat wij geen papa hadden, ook binnen de familie wel eens shit. Ja. Mijn moeder heeft nooit gezegd, je mag niet naar je oom of je mag niet naar je tante. Mijn moeder heeft altijd gezegd, het is je oom, mond houden, daarheen, nu. Snap ik wel, dus. Ja, mijn moeder heeft ons nooit haat ingepeperd. Nee, dat is mooi. Snap je? Mijn moeder heeft ons altijd liefde ingepeperd. Wauw. Maar even dan terug te komen op het verhaal dat ik 9 jaar oud was en mijn moeder op het land werkte. We hebben altijd schoentjes gehad van de Bristol. Ik weet zeker, de mensen van mijn leeftijd, die gaan dit nu ook echt onderschrijven. Die had toen de merk O'Hara. O'Hara? Ja, de Bristol, dat was gewoon huismerk van Bristol. O'Hara schoenen. Oké. Maat, die kon je kopen voor 10 gulden, 15 gulden. Ik ben met O'Hara's opgegroeid. 10, 15 gulden? Yes, dat waren schoenen 15 gulden, 20 gulden. Weet je, dan had je wat luxere en wat dingetjes, waren dan 25 gulden. Dat waren toen de schoenen voor kinderen zoals ik, zeg maar. Mm-hmm. Maar dan had je wel ook wel de Nike Air Max's. Ja, ja, dat is waar. Dat was gewoon even next level volts. Maar toch heeft mijn moeder ervoor gezorgd, heeft zij, door op het land te werken, om Nike Air Max te kopen voor mij toen ik nog 9 jaar oud was. Zo, en dat vergeet je nooit meer. Dat is... Ben je gek, man. Yes, yes. Domwegen. Oh, het is gewoon een domwegen. Ja. Oh. Wat dacht jij? Ik dacht zo'n ding dat ze even gaan checken en zo, weet je wel. Grenzen. Oh. Grenzen. Nee, dit is gewoon kaartjes maken voor de ton. Oh, ja. Man. De ticket. Daar moeten we zo meteen vet voor betalen, jongen, echt. Ja? Frankrijk, jongen, echt. Dus gaan we ook even wat gas geven. Je bent wel echt fucking dikke rijden, man. Ik zeg je eerlijk, hoor, yo. Had je geen stress even? Nee, want. Je had je eigen kop moeten zien, man. Ja. Jij scheet hem, hè? Broer, op een gegeven moment. Kijk, jij zit zeg maar hier, hè? Maar ik zag die bus toch zo dichtbij komen. Ik dacht, wow, yo. Maar je had het makkelijk. Geen moment stress op jouw gezicht. In zo'n situatie moet je niet naar die bus kijken. Alleen naar de weg die open is. Waar je naartoe moet kijken is, hoe ver ga je naar links? Oh, haper is zo. Deze was gekse, want ik zeg je eerlijk. Wat die jij scheet? Ja, ik zeg je eerlijk, man. Wat die jij scheet? Even een plaspauze. Yes sir, yes yes yes. En dan gaan we even iemand oppikken hier bij deze tankstation. Ik ga hem oppikken. We gaan iemand oppikken. Echt na te denken, man. Want die, wij gaan iemand oppikken. Zal ik ergens passeren? Goed komen, joh. Oh. Ik weet al wie. Oh? Oh. Ik weet al wie. Ja. Kijk eens wie we daar hebben. Ja. Hey! Hoe is Sassi? Sassi! Je bent op een sticker dan al, jongen. Ja, man. Salaam alaikum. Waar are you from? Holland. Oké. From
I'm from the Netherlands, Nederland, Holland. Holland? Holland. Alhamdulillah. Ik weet nou niet eigenlijk of ik nou belazerd ben. Of dat ik een goede rol heb gepleegd. Soms heb ik daar een dubbel gevoel in. Maar wat ik wel vind, dat is niet mijn verantwoordelijkheid, dat is zijn verantwoordelijkheid. Ik bedoel het goed. Dus, jij ook, jij bedoelt het ook goed. Als hij mij belazert, geloven mensen, zal gewoon een moment komen dat hij ook wordt belazerd. Hallo. Hallo. You paid it. Yes. And you follow me on the parking. Oké, okay. Okay. We do, yes. Wij zijn aangehouden. De politie heeft onze documenten meegenomen. Van ons alle drie. Wij zijn geflitst, we krijgen wat moeten, denk ik. Ja? Ja, want zoals hij zegt, stonden we voor ons bij het benzinestation, zegt hij. I know. Zo. Monsieur, can I get out? You had a talkie-walkie? Yes. You don't have a detector for radar? No, absolutely not. No. You know why? Because you can take a look, no problem. I don't have. Mensen, wat was dit een fantastische avontuur. Helemaal vanuit Roosendaal naar Lissabon gereden. 2140 kilometer. En morgen vertrekken we naar Algarve. Ik zie jullie bij de volgende vlog, mensen. Dank voor het kijken. En niet vergeten, push the button. En erin. Doedeledokie.